Een interne audit bij Racing Genk heeft een tiental werkpunten aangeduid. Meer betrokkenheid met de regio en een gezond financieel beleid springen bijvoorbeeld in het oog. En een van de werkpunten is een versnelde afslanking van de kern van ruim 30 spelers. En dat naar ongeveer 23 spelers. De eerste schifting zal wellicht dit weekend gebeuren. Dat liet ook Pierre Denier weten op de persconferentie vanmiddag. RVKG, een van de meest omstreden transfers van het voorbije seizoen, wordt disciplinair geschorst. KG is het schoolvoorbeeld van een miscasting van de sportief verantwoordelijke van Genk. Genk raakt zijn spelers niet kwijt, maar gaat nu zijn kern inkrimpen. Ruim 30 is te veel, letterlijk te veel voor de kleedkamer van Genk. Ik denk dat wij met Gunther, dus we hadden gedacht dat de nieuwe coach en dan in overleg, maar misschien moeten we die knoop zelf doorhakken vroeger. De familieclub Genk heeft een probleem. De perceptie is momenteel helemaal fout. Vechtpartijen, intimidaties, drank, gehaaide makelaars, vrouwen. Kortom, Genk is de meest gevolgde voetbalsoap van de voorbije maanden. Insiders zeggen dat de sfeer niet zo slecht is in de ploeg als sommige mensen denken. Voilà, dat zeg ik. Het is ook niet zo slecht. Het is gewoon niet slecht, vind ik dus. Gisteren kwam de raad van bestuur nog bijeen op een geheime plaats in Bilzen. De druk is hoog, het vertrouwen is zoek. En Genk moet zijn gemiste start ook nog goed maken. We krijgen op het moment alles over ons heen. En we moeten sterk zijn. En ik haal hier energie uit. Ik merk dat. En het gaat ook om de toekomst van mijn club, dat mag ik wel zeggen. En ik moet het, ja, ik probeer het over te brengen ook naar die 20 man die morgen samenkomen hier. Met alweer vraagtekens. Jelle Vossen trainde vandaag niet wegens een voetblessure en Laszlo Keuteles wordt morgen in doel verwacht. Gent, de tegenstander van morgen, is de ploeg in vorm.